Goeiedag en hartelijk welkom op Regheid met Robinson hier op Litnet. Hoogspanning heers op die grens tussen Rusland en Oekraïne. Meer dan 100.000 Russische soldaten is daar ontplooi. Die machtsvertoon skep die indruk dat hulle net wacht op bevel van hulle president Vladimir Poetin om Oekraïne binnen te val. Die Europese Unie, NAVO en die VSA het Rusland gewaarsku dat hij om ernstige economische sancties op die hals sal haal as hy dit doen. Dit word allerweer beskou as die grootste conflict na die beëindiging van die Koue Oorlog in 1989. Ons gesels nou met Dr. Leopold Scholz, een journalist en ontleder van internationale nieuws. Hij woont in Delft in Nederland. Welkom Leopold. Eerstens, wat gaan aan in die kop van Vladimir Poetin? Goeiemorgen. Man, als jij Poetin wil begrijpen, dan moet jij een beetje breed beginnen. Voor Poetin, een van die sleutelsinne om hem te verstaan, is een uitspraak wat hij al een klompe jaren geleden gemaakt heeft. Namelijk dat die een instorting van die Sovjet-Unie in 1991 was die grootste geopolitieke catastrofe van die 20ste eeuw. Als je Poetin wil verstaan, moet je hem verstaan als een Russische nationalist. Hij heeft zijn verstand gekregen als luitenant-kolonel in die KGB, maar hij is niet meer een communist. Nie. Hij is eerder een tamelijk verrechtse Russische nationalist. Hij wil die vernedering van 1991 wil hy herstel door Rusland weer groot te maken. Door Rusland een grootmoondheid, een supermoondheid op die toneel van die wereld te maken. En dit betekent dat hij die grenzen van die destijdse Russische tsaristische rijk wil herstel. Hij wil die invloedssfeer wat die Sovjet-Unie destijds gehad het, met die uitzondering van Oost-Duitsland, wat hy dan maar, hy erken die hereniging van Duitsland. Hij wil dit herstel, met andere woorden, die hele Centraal- en Oost-Europa, plus die delen van die Sovjet-Unie, wat destijds deel van die Sovjet-Unie was, die moet weer in die Russische invloedssfeer of bij Rusland hoort. Daaruit spruit ook voort die feit dat hij die Oekraïne niet zijn bestaansrecht niet erkent. Nie. Hij ziet die Oekraïners ook niet als een aparte volk, nie. Hij ziet hulle als deel van die Russen. En die Russische Rijk, excuse dat ik jou in ieder geval, die Russische Rijk volgens hom het 1000 jaar geleden begin. Dus dan hebben we het zo in 10 jaar. Dat is recht. Dus recht, geldt maar recht. Hij ziet dit als die bakermat van Rusland is in die Oekraïne. En dat betekent alles dat Amerika, die groot struikelblok, die moet uit Europa geboender worden. Dit is zijn uiteindelijke doel. En dus hoekom hy hierdie intimidatietactiek van hom op die oomblik toepas met al die duizenden, tienduizenden troepen wat op die rondom Oekraïne versamel is in die noorde in Belarus, in die ooste in Rusland en in die suide in die Krim. En dit is suiwer intimidatietactiek. Maar mens wonder, hoe is het moontlik dat hy soms so absoluut hypernationalistisch kan optree en denk die andere landen gaan daarvoor val? Bijvoorbeeld Tsjechië en Hongarije, hoe sal hulle nou skielik besluit, neem ons wat nou deel word van die rijk wat daar was onder die communistische partij van Rusland? Ja, dit is baie onrealistisch, want die Oost-Europese en Centraal-Europese naties, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, die plekken, die het een baie onaangename historische herinnering aan die Sovjet-oorheersing. Maar je weet, Poetin, dit blijkt uit alle analyses wat ik gelezen heb. En dit blijkt ook uit zijn eigen uitspraken. Dit is nie maar net afleidings en dinge. Dit is dinge wat hij zelf geskryf en gesê het. Hij sien die ideologie, met andere woorden, die Russische nationalisme, die streven naar groot Rusland, die herstel daarvan, sien hij als belangrijker als enig iets anders. En hij is bereid om een eiselijke prijs daarvoor te betalen, ook een economische prijs en andere prijzen. Dus dit gaan oor, het gaan vooral over die ideologie primair en niet over andere dingen. Nie. Maar mensen vonden jou daarover dat hij moest toch iets geleerd hebben uit die Duitse situatie en Hitler, waar een hypernationalist ook uiteindelijk die land ten afgronde geleid in een oorlog. En
Jy sou so reken, maar hy het self eintlik haal hom nou self weer aan, hy is daar's vir hom gevra, maar wat nou as daar 'n oorlog uitbreek? Hy sê dan wen ons die oorlog. Dis wat Hitler ook gesê het. Hitler het homself totaal oorskat en ek is bevrees, ek dink Putin oorskat homself ook. Maar dit is typisch van een extremistische nationalist, of in elk geval een extremist in die algemeen, of het nou een nationalist of een socialist of wat ook al is. Die mensen sien hulle self as absoluut. Dit sien jy ook in sy binnenlandse beleid, waar hy elke sprake van onafhankelijke denken en politieke oppositie genadeloos doordruk. Hy is die baas, hy bepaal wat gebeur, en ja, dit is soos dit uit sy oogpunt is. En kan, denk jy, dit is regverdig om een soort van een vergelijking te tref tussen hom en Hitler? Een soort van vergelijking. Jy moet baie versigtig wees natuurlijk daarmee, want daar is natuurlijk baie groot principiële verskille ook. Maar ek denk dat Putin is waarschijnlijk een beetje slimmer als Hitler. Hitler was so oormoedig, maar Putin in hierdie stadium is ook oormoedig. Ek denk jy kan een vergelijking tref, maar een mens moet ook een aanmerking neem dat Duitslandse positie van destijds en Ruslandse positie van nou is nie identisch nie. Kijk, Duitsland destijds was een jy kan hom noem een revolutionaire moontheid. Hy wou die internationale rechtsorde heeltemal omkeer. Dit is ook met Rusland nou die geval. Maar ek denk, Putin is waarschijnlijk een bietjie voorzichtiger in hierdie stadium nog, een bietjie slimmer as wat Hitler destijds was. En wat soort staatkunde hang hy dan aan? Wat wil hy eintlik vestig in een nationalistische bewind, maar terzelfde tijd waarschijnlijk autocratisch? Ja, hy wil, noem dit maar in aanhalingstekens, een rechtse nationalistische dictatuur vestig, wat hy reeds in groot mate recht gekry het. Want kyk, sy enkele grootste politieke teenstander, Alexei Navalny, die is in die tronk gegooi en is bijna vermoor. En een klomp van sy ander teenstanders is uit die weg geruim, hulle moes vlug uit die land en so aan. Daar is bijna geen sprake meer van onafhankelijke media nie, daar is bijna geen sprake van onafhankelijke burgerlijke maatskappij nie. Putin is die man wat die gitaar slaan, hy is die man wat bepaal wat gebeur en dit is hoe sy dit graag wil hê. Maar ons weet daar die vreselijke voorval van die kernongeluk in 1986 by Tsjernobyl, wys ons daarop dat Oekraïne is 'n kernland. Dit maak het baie gevaarlik, terwyl Rusland natuurlijk lank al een is, soos wat ons weet. Ja, maar kyk, Oekraïne het lank al afstand gedoen van enige sprake van kernwapens. Die land is nie kernbewapen nie. Hy is wel konventioneel bewapen, maar en ofskoon sy weermag nou, die is daar aansienlik sterker en beter bewapen en geoefend is as wat het in 2014 was, toe Putin die Krim afgevat het, is die land nie een patch op Rusland nie. Rusland se konventionele bewapening is aansienlik sterker. En jy kry die interessante ding, ek sien, lees net vanochtend in die Duitse media, dat volgens die Amerikaners is die Russe steeds bezig om nieuwe versterkings aan te voer naar die grense toe. Dus jy weet, die mense vraag jouself af, wat is daar aan die gang, wat is hulle plan? Gaan hulle die Oekraïne binnenval of nie? Dis een vraag waarop niemand werkelijk in hierdie stadium een antwoord kan gee nie. Ek denk, Putin het moontlik self nog nie eers daai besluit geneem nie. Maar die punt is, hy hou sy opties oop, baie duidelik. As hy Oekraïne wil binnenval, dan kan hy dit enige oomblik doen. En generaal Mark Milley, kyk, daar is een bietjie verskil van mening. Sommige mense sê, die getal Russische troepe en wapens wat hulle op die grense het, is nie werkelijk genoeg vir 'n grootskaalse inval, nie miskien 'n beperkte inval, wat moontlik is. Aan die ander kant kry jy dat generaal Mark Milley, die Amerikaanse hoof van hulle weermag, die het nou gister gesê dat daar is reeds genoeg troepe om enige oomblik Oekraïne binnen te val en in die land onder die stof te loop. Dus
Je weet, om die toekomst te voorspellen is een baie gevaarlijke ding. Maar een mens, die moeilijkheid van een grootskaalse inval is daar. En indien dit gebeurt, dan is die vet in die vuur. Oekraïne kan nie stand hou nie. Hulle sal onder die voet geloop word. Dus dit is so duidelijk soos wat ek hier sit. Maar jy het so in die voorbijgaan, sommer dit daarna verwijs, na 2014, vat ons net een treekje terug, 2013, duidelijk net vinnig wat daar gebeur het, want ek dit geef begrip vir wat nou aangaan ook. Ja, die Krim Skiereiland, daar in die Swart See, in die suide kant van Oekraïne, is een Skiereiland wat van oudsher deel was van Rusland. Nou, toe die Sovjet-Unie in 1991 uiteenval, het die Krim toe by Oekraïne gekom. Maar dit is een gebied wat oorwegend door Russisch sprekende mense bewoon word. En dit het vir Poetin teen sy nationalistische oortuigings ingedruis en hy het toe besluit, hy gaan het vat. En hy het eenvoudig net gevat, met geweld. En dit wys vir jou dat hy nie skaam is om geweld en een dwang te gebruik om sy doel te bereik nie. En dis hoekom daar gereken word, en ek denk dit is met goeie rede, dat die potentiaal vir een gewelddadige inval in die Oekraïne nou is wel degelijk moontlikheid. So die geleentheid is vir hom geskep om in afval om die Krim-eiland oor te neem, omdat daar een verkiesing plaasgevind het rondom die hele kwestie van, moet Oekraïne absoluut deel wees van die Europese Unie, ja of nee? Misschien kan jy net daar oor. Ja, dit was een fout geweest van Oekraïne, want kijk, een mens moet natuurlijk ook een beetje begrip toon vir Poetin. Je moet die saak uit sy eie oog probeer bekyk. Dit gaan natuurlijk ook oor veiligheidszake. Wat hy sien vanuit sy eie oogpunt uit die Kremlin, is dat die Weste na die einde van die Koue Oorlog steeds verder oostwaarts opgeruk het. Klomp van die lande wat vroeger deel was van die Warschau-pakt, die communistische teenhanger van NAVO, die is nou deel van NAVO, en selfs van die Europese Unie. En dit sien hy as een veiligheidsgevaar. Nou, ek denk nie dat dit gerechtvaardig is nie, maar dit is nou maar eenmaal soos dit is, en dit is een realiteit. Denk ek veiligheidsoorwegings en nationalistische oorwegings, die loop hier deur mekaar heen. Maar hy wil, of hy eis, dat NAVO terugtrek, ne, verder weg weer na westerse kant toe. Al die lande wat voor in deel was van die Warschau verdragslande, is dat hulle nou ook weer terugkom. Ja, kyk, formeel gesproke, hy het nog nie reguit gesê, dat die hele Centraal-Europa en Oos-Europa aan NAVO moet onttrek nie. Wat hy wel gesê het, is dat NAVO alle activiteite in die lande, ek praat nou van Polen, Hongarije, Tsjechië en die lande, Roemenië en so aan, moet staak. Met andere woorde, hulle moet ook hulle troepe terugtrek. Dus vir alle praktiese doeleindes moet hulle NAVO-lidmaatskap prysgee. Daarom is dit natuurlijk vir die Weste een trappie te ver. Wat ook hier van belang is, is dat Poetin is nie tevrede met een compromis nie. Hy wil een totale kapitulasie van die Weste. En dis ook om sy groot oorkoepelende doel is ook om Amerika uit Europa te kry. Want Amerika is vir hom die groot struikelblok, machtspolitieke struikelblok, om sy doel te bereik. En dan miskien net die situasie in Duitsland, want Duitsland vanweer sy geskiednis is maar versigtig lyk vir my om op te tree, so ons kan miskien net kortliks daarna verwys die verdeeldheid wat nou bestaan binnen Duitsland en die uitdagings wat hulle het. Ja, die Duitsers is op die oomblik baie verdeeld. Die regering van Olaf Scholz, gematigde linkse sociaal-demokratiese partij saam met die Groenes, die is baie versigtig vir die Russe, en hulle wil nie wapens bijvoorbeeld lever aan Oekraïne nie. Hulle is eintlik bietjie van 'n buitebeentjie in die westerse breë alliantie.
Die Duitsers, se houding moet jy sien teen die achtergrond van tweeledige historische paradigma. Die een is die feit dat Duitsland, wel sedert die Duitse keizerrijk al, en natuurlijk vooral in die nazietijd, een geweldig agressieve buitenlandse beleid gehad het, en dat het in vooral 41-45 uitgeloop op die Duitse inval in Rusland of in Sovjet-Unie, waar verschrikkelijke, ongelooflijke wreedhede gepleeg is, met die moord op die 6 miljoen Joden natuurlijk as die macabre hoogtepunt. Maar dis die een, en daai skuldgevoel speel steeds een baie, baie groot rol by die, groot deel van die Duitsers. Die ander een is die sogenaamde oostpolitiek, wat in die jare 60 en 70 door Willy Brandt hulle gevoer is. Die leuse wat daar gegeld het in Duitsers, wandel durch Annäherung, met andere woorde, verandering door contact. As jy nou maar contact maak, goeie vrienden met die, Sovjets is, en so, en dan kan jy hulle dalk een bykie weerhou van te agressieve optrede en die soort van dinge. Wat dit, wat my betref, buiten rekening laat, is twee tamelijk diepgaande verskille tussen destijds en nou. Die een is dat die Weste, NAVO en West-Duitsland, sy machtspolitieke situasie destijds baie zwakker was as wat het nou is. Dus in die lucht van die oorwarring van die Koude Oorlog is het nou baie sterker as destijds. Dus die een. Die andere ene is dat destijds was die, kijk aan die begin van die Sovjet-Unie in Leninse tijd, was het een revolutionaire moontheid. Hy wou die hele opzet, internationale opzet op sy kop omkeer en dramatisch verander. Daarna het jy gekry Stalin wat een groot wye veiligheidskordon rondom die Sovjet-Unie gebouw het in die vorm van die Warschau-pakt op diep in Duitsland. En in sy opvolgers sy tyd ook was die doel die behoud van die status quo en basis niks meer, ja, bietjie marginaal, bietjie hier afskaaf en daar verder afskaaf, maar dit het basis een conservatieve moontheid geword. En nou is Putin weer een revolutionair. Hy wil weer alles op sy kop omkeer, hy wil alles verander, hy wil Rusland die top dog in die situasie maak. Hy is nie tevrede met die status quo nie. Maar soos altyd met enige konflik, is daar ekonomiese en finansiële repercussies en gevolge. So, miskien kan ons net vinnig verwys aan die gaspyplyn en die houvast met Rusland uit, en dan weer wat Europa dreig om sancties in te stel en wat dit kan wees. Correct. Daar, Europa is natuurlijk voor sy energie in een redelijke mate afhankelijk van aardgas. Nou, deel van daar die aardgas kom uit die Sovjet-Unie, of tenminste, excuus, uit Rusland. En daar word op die oomblik een gaspijpleiding Nord Stream 2 van Sint-Petersburg naar Hamburg gebouw. En die ding, je weet, as hy afgesny word, kan dit Europa en Rusland natuurlijk ook maar, tamelijk seer maak. Wat die saak compliseer is dat die gewese Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, iemand wat op die oomblik baie sterk ten gunste van Putinse houding is, hy is voorsitter van Nord Stream 2, en met andere woorde, hy het persoonlijke financiële voordeel daarby, en dit compliseer die hele saak, dit maak het bietjie onethisch as het ware. Daar is ook ander sprake, die Weste het in die algemeen president Biden en Boris Johnson en die rest het gedreig met ernstige ekonomiese sancties teen die Russe as hulle die grens oorsteek. Maar jy weet, die sancties kan die Russe behoorlik seermaak, maar dit is 'n tweesnydende swaard, dit kan ook die Weste seermaak. Dus uiteindelik word daar gedink aan slim in aanhalingstekens sancties, gerig teen bepaalde Russiese invloedryke individue. Met andere woorde, dat dit nie soseer die ekonomie gaan benadeel nie, maar Putin self en die wat genoem word die oligarge rondom hom heen, want jy weet, Rusland is ook maar 'n tamelijk korrupte affaire,
is amper soos die ANC in Suid-Afrika, die mense se finansiële belange is verstrengel met die politieke belange van die land. As jy hulle persoonlik in hulle bankrekenings kan tref, kan dit dalk 'n verskil maak. Nou kom ons van die net 'n bietjie weier en internasionaal. Ons is natuurlik deel van die BRICS-lande, waarvan Rusland ook een is. Nou wonder mens, wat is die gevolge internasionaal in die breë verbondskap van die BRICS-lande? En natuurlik, wat is die gevolge vir ons, Suid-Afrika? Wel, jy weet, Suid-Afrika is baie ver uit op 'n tak. Suid-Afrika, dink ek nie, kan verwag om verskriklik veel positiewe of negatiewe gevolge oor hierdie saak te ervaar nie. Miskien matig negatief, omdat die wêreldekonomie sal waarskynlik geskaad word en daardoor indirek ons en ook. Maar ek dink nie dat daar regstreekse aanslag op ons ekonomie of wat ook al sal wees nie. En dieselfde geld maar vir die BRICS-lande. Ek dink die negatiewe gevolge sal relatief beperk wees. Maar mense moet maar vir jouself klaar maak. Die hele wêreld gaan daaronder lê as die sake hier hand uitdruk. En dit oorlog is nooit 'n behoorlike optie, 'n positiewe optie nie. Dit is 'n prys wat jy soms sal moet betaal, want dan is daar ander dinge wat belangriker is, soos beginsels, ek bedoel, of magspolitieke oorwegings wat nou vir Amerika natuurlik en vir NAVO en vir die Europese Unie geld en vir Putin. Maar 'n mens moet nie illusies hê oor die negatiewe gevolge van enige oorlog nie. Kom ons gaan net weer terug na waar ons begin het by Putin homself. Jy voel verwys hier na die feit dat hy lid was van die KGB, dat hy kommunis was, dat hy ooggetuie was van die omswaai van die ooste na die westerse kant toe, die val van die Berlynse muur en so aan. Maar die persoon, Putin, wat sy indruk skep hy en wie is hy nou eintlik regtig? Is daar skroef los of nie? Skroef los. Ek dink nie daar's 'n skroef los by hom so seer nie. Kyk, Adolf Hitler was regtig mal. Ek dink nie dat Putin op dieselfde manier gek in sy kop is nie. Putin is 'n verskriklik koudbloedige en koelbloedige mens. Hy weet baie goed wat hy wil hê. Hy is in bepaalde opsigte uiters rationeel. En hy weet wat hy wil hê en hoe hy dit wil bereik. Of hy in die proses die regte dinge doen, is natuurlijk weer een ander vraag. Maar hy is een Russische nationalist, soos ek gesê het. Hy het die vernedering van 1991 verskriklik diep gevoel. Hy het self vertel hoe hy destijds, nadat hy kolonel in die KGB was, wat een behoorlijke prestigieuze pos was. Hy was in Dresden gestationeer in Oost-Duitsland. Hy moes, wat is die Afrikaanse woord, hy moes moonlight as 'n taxichauffeur om aan die lewe te bly. Nou, jy weet, die nasionale vernedering is 'n baie krachtige negatiewe drijfkracht in 'n volk. As jy dink aan die Weimar Republiek na die Duitse nederlaag van 1918, dit was ook so 'n verskriklik intense vernedering. En dit is destijds natuurlijk vererger deur die feit dat die geallieerdes dit nog ingevryf het. En in hierdie geval het die Weste dit minder ingevryf, want hulle het geweet wat in die Weimar Republiek gebeur het, maar nie te min. Dit is deur die Russiese nationaliste as 'n verskriklike negatiewe ervaring ervaar. En dit speel 'n groot rol by Putin se psyche. Hy wil Rusland weer groot maak. Amper soos Trump Amerika weer wil groot maak, maar op 'n totaal ander manier. Hy sien homself as die erfgenaam van 'n klomp Russiese tsare van Ivan die Grote tot by Josef Stalin. En hy sien Rusland, kyk, die Russe, dit nog 'n aspek wat mens hier in gedagte moet hou, is dat die Russe
sien hulle self oorwegend as moreel suiwer. Hulle is van een authentieke volk. Die weste is verderf en verword en alles. Daar word bijvoorbeeld ernstig in Rusland verkondig dat huwelike in die weste tussen mense en dieren nou toegestaan word. Jy weet, sulke type van dinge. Dit is die typische verhalen wat nou in Rusland oor die weste verkondig word, oor Duitsland, oor Brittanje en Amerika en die plekke. Met andere woorde, kyk net hoe sleg is die bliksels. Ons is die good guys. Ons is moreel suiwer en ons het dus reg om ons wil aan ander op te dwing. Maar as ons nou kyk internationaal, dan is daar nie noodwendige leier wat we indruk nie, en Putin verseker skep minstens die beeld dat hy een baie sterk ou is en in onderhandelings waarschijnlijk moeilik gaan wees om te oortuig. En het lyk asof die Wes een soort van een vrees het vir gevolge en gevolglik makliker skiet gee. Ja, kyk, die sterkste, en dit is, dit, ek bedoel dit bietjie ironies, die sterkste leier op die oomblik is Biden, en hy is nie baie sterk nie, inteendeel. Boris Johnson staan teenoor Rusland ook redelijk sterk, maar hy word natuurlijk ernstig verswak op die oomblik deur die skandaal rondom die partijkies in Downingstraat. Ek is bevreesd dat Olaf Scholz maak een baie swak indruk, so ook eintlik die Franse president Macron, en daar is niemand anders wat werkelijk uitstaan as iemand wat vir Putin kan vastvat nie. Dus die Weste is in hierdie stadium oorwegend swak en verdeeld, Putin maak gebruik daarvan, baie duidelik. Nou, hoe voel jy en die mense rondom jou in Nederland en so aan, is daar gees in Europa wat sê, oogits, hier kom moeilikheid? Ja, nee, die gevoel is baie duidelik daar. Maar dit wil nou nie sê dat allemaal hier elke dag oor hulle skouer loer van vrees nie. Die lewe gaan maar voort soos gewoonlik. Maar daar is wel een duidelike gevoel van onrus en onrustigheid in die lug. Nogmaals, niemand weet wat Putinse planne is nie. Ek is nie seker dat hy in hierdie stadium al een besluit self geneem het nie. Maar die potentiaal verkeerdloop is levensgroot. Leopold, baie dankie, groot waardering, lekker om met jou te gesels. Baie voorspoed en hou maar die vrese en bedwang. Dit maak so, dankie hoor, lekker dag vir julle allemaal.